say their name. Goedemiddag. Welkom bij dit webinar. Dit webinar dat gaat over de vraag hoe breng je nou digitale transformatie als organisatievraagstuk. Hoe geef je dat handen en voeten? Dit webinar maakt onderdeel uit van een reeks van webinars over de digitale transformatie. En dit is een van de eerste in die reeks. Welkom allemaal. Mijn naam is Paul van Teul. Ik werk als adviseur bij Heemsen en Vries en adviseer eigenlijk op het snijvlak van digitale transformatie, publiek leiderschap en strategie en sturing. Naast mij komt zo in beeld een collega, Johanna Kolk, die vandaag de chat in de gaten zal houden. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Dus Johanna die komt zo naast mij te staan. Alvast welkom. Het beeld en het geluid van dit webinar, dat nemen wij op, zodat we dit later ook weer kunnen beschikbaar stellen. Weet dat allemaal, aan jullie kijkers. De chat die wordt niet opgenomen. Dus wat je daar allemaal ook schrijft en vertelt, dat blijft gewoon eigenlijk in de chat staan. Dus voel je vrij om daar openlijk in te communiceren. Waarom organiseren wij dit webinar? Nou, eigenlijk is het zo dat in onze opdrachten, in ons samenwerken met al onze opdrachtgevers, wij zien dat zeg maar, de toepassing van data en technologie, het vormgeven van de digitale transformatie, nog steeds vooral een issue lijkt te zijn van de IT-IV kant. Dus de informatietechnologie en informatievoorziening. En dat eigenlijk die wereld, de wereld van het beleid en uitvoering, dienstverlening nog maar moeilijk weet te vinden en andersom. En dat maakt dat die transformatie of die toepassing van die datatechnologie af en toe nog hapert. Dus wat wij zien is dat daar waar die werelden al vroeg in het innovatieproces samenkomen, daar ontstaan hele mooie dingen. Daarin zie je ook dat de versnelling optreedt en dat de effecten gewoon zichtbaarder worden. Nou, en dit webinar zit eigenlijk in het teken van de vraag van hoe doorbreken we die situatie en hoe komt nou eigenlijk dat ook dat het zo loopt. Maar voordat we dat doen, gaan we ook eens even kijken naar de organisatie als geheel. Nou, die gezamenlijkheid, hè, dus het samen optrekken, dat zien wij eigenlijk wel als een voorwaarde om succesvol te zijn. En daarom is het voor ons ook wel belangrijk om te blijven investeren in dat digitaal leiderschap. Hè? In de vaardigheid, zeker ook aan de beleid en de uitvoerende dienstverleningskant, in het dagdagelijks toepassen van data en technologie. Want als daar die vragen en die behoeften en dat inzicht niet ontstaat, dan krijg je het ook niet met elkaar werkend. Nou, hoe ziet dit webinar eruit? We hebben een uurtje, dat lijkt veel, dat is het niet. Zometeen ga ik als eerste in gesprek met Berend van der Ploeg, gemeentesecretaris van Sertogenbosch, en ik ga hem bevragen hoe hij kijkt naar de rol van datatechnologie in het gemeente zijn. Hè? Hoe pas je toe? Wat is er nodig in zijn ogen? Maar wat is bij ook de rol van het topmanagement? Hoe kun je nou als eindverantwoordelijke voor een gemeentelijke organisatie hiermee aan de slag? En na een korte break dat daarna komt, waarin we een filmpje laten zien over hoe de techniek alleen nooit zorgt voor innovatie. Hè. Er is ook een soort van adoptie voor nodig. Starten we een tafelgesprek. Dat hebben we volgens mij ook aangekondigd aan jullie allemaal. In dat tafelgesprek heb ik het genoegen om met vier gasten te spreken. Dat zijn Bianca Hoek van de gemeente Westland. Ik zal ze straks wat uitgebreider aan jullie voorstellen. Peter Manders van de gemeente Ede. Marcia de Vries, gemeente Hengelo. En Jan-Willem Sies uit Tilburg. En met hen gaan we in gesprek over die werelden van IT, NV en dienstverlening, beleid. Nou, voordat ik dan het webinar afsluit, kijken we nog even naar een opmaat naar het congres Overheid 360. Dat zullen we ook laten zien. En dan is dat uur alweer voorbij en dat gaat waarschijnlijk sneller dan wij eigenlijk met z'n allen in de gaten hebben. Dan nog even jullie rol, beste kijkers. Want wij hopen dat jullie actief met ons meedoen. Hè. We hebben de chat, waar ik net al vertelde. Johanna, die net in beeld was, die zal die chat voortdurend in de gaten houden. En daar waar in de gesprekken het zinvol is om in te breken en een stelling, een vraag, een inzicht te delen, dan zal zij dat met veel plezier doen. Dus gebruik de chat ook om onderling te communiceren, maar ook om te kijken hoe jullie kunnen bijdragen aan de gesprekken die we in dit webinar voeren.
Nou, nogmaals dank dat jullie er zijn. Voordat wij naar Berend overschakelen, wil ik jullie een kort filmpje laten zien van Jats. Ze zullen zelf even uitleggen wat het is. En dat filmpje is van studenten die in het digitaal leiderschapsprogramma van de gemeente Sertogenbosch een bijdrage hebben geleverd in het als maker echt toepassen, het werkelijkheid maken van de toepassing van datatechnologie. Ik dacht een aardig intermezzo. En dan zie ik jullie zo in het gesprek met Berend. Hoi, goeiedag. Ik ben Fabian Kok. Ik ben een tweedejaar masterstudent aan de Hieronymus Academy of Data Science, het JATS. Hoi, mijn naam is Joep. Ik ben tweedejaars masterstudent aan de JATS in Sertogenbosch. En daarbij werk ik ook voor het MKB Datalab als maker en sinds kort ook als projectbegeleider. Ik ben ook deel van het MKB Datalab binnen het JATS. En zodanig ben ik ook dan ingestroomd in het digitaal leiderschapstraject waar de gemeente Bos aan meewerkt. En aanvankelijk heb ik daarbij kleine groepjes collega's van de gemeente geholpen in het opstellen en scopen van projectvoorstellen. En daarna heb ik samen met medestudent Milan als maker bijgedragen aan een van die projecten. Dat project had als doel om mutaties aan gebouwen te detecteren op basis van luchtfoto's in bezit van de gemeente. Nou, denk hierbij aan bijvoorbeeld een aanbouw, een dakkapel, zonnepanelen, dat soort dingen. Het duidelijk maken welke factoren binnen de gemeente invloed hebben op onder andere illegale stort en het gebruik van de Milieustraat. Wat was mijn verwachting? Ik verwachtte, grappig genoeg, dat vanuit boven voornamelijk gestuurd was op, goh, doe mee met dit traject, want we moeten meer technologie gaan gebruiken. We willen een vooraanstaande, datagedreven gemeente zijn. Maar wat ik heel leuk vond om te zien uiteindelijk, is dat ook van juist heel erg vanaf onderaf, vanaf de deelnemers zelf, heel veel interesse was in de mogelijkheden van data en technologie en hoe dit zowel hun werk als hun uitkomsten zou kunnen verbeteren. Voor zowel hunzelf als voor de bewoners van Den Bosch. En wat ik zelf heel gaaf vond aan dit project is dat het niet alleen wij als makers aan de slag zijn gegaan en dingen hebben geleerd, maar dat we de deelnemers van de gemeente hierin ook heel goed hebben kunnen betrekken. Heel erg positief. De samenwerking was echt top. Genoten. Goede communicatie. En veel motivatie ook echt van zowel medestudenten, vanuit mezelf en ook zeker vanuit de gemeente zelf. En dat was tof om mee te maken en ik heb echt genoten van mijn deelname aan het project. Dag Berend. Dag Paul, hoi. Ja, dat waren studenten die in jouw stad aan de slag zijn. Leuk om te zien. Ik weet, jij als gemeentesecretaris van Den Bosch, jij bent zelf een drijvende kracht geweest achter het investeren in wat we digitaal leiderschap noemen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd als openingsvraag eigenlijk, wat waren jouw redenen om daarin te gaan investeren? Hoe kijk jij dan naar die opgave die daar ligt? Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, Den Bosch wil bekend staan als toonaangevende datastad. Ja. Dus we hebben een keer met elkaar het gesprek gevoerd. Nou ja, als we dat van de stad verwachten, hoe goed zijn we eigenlijk als gemeentelijke organisatie zelf? Mm-hmm. En dat gesprek hebben we met leidinggevenden, met medewerkers gevoerd. En toen kwamen we daar eigenlijk achter, ja, het hangt een beetje van toevalligheden aan elkaar. De een heeft er wel wat mee en de ander heeft er niet iets mee. En als we echt toonaangevend willen zijn, dan moeten, nou, zijn die toevalligheden leuk en mooi meegenomen, maar het moet eigenlijk de standaard zijn. En toen hebben we elkaar aangekeken en gezegd, ja, dan moeten we echt een stap maken en elkaar ook meer eigenlijk de maat gaan nemen. En vooral veel leren en ontdekken en experimenteren. Ja, en zo zijn we eigenlijk pratende weg gekomen op een leergang digitaal leiderschap, hè, wat we met jullie doen, met Hiemstra en de Vries en met de JATS. Dus ja, enorme rijkdom dat je zo'n
zo'n universiteit in je eigen stad hebt. Hè? De Jeroen Bosch Academie voor Data Science. Dat heet in het Engels JETS, maar wij noemen het in de Bosch gewoon de JATS. Ja, en om met die studenten dingen te ontdekken. Ja, je hebt er net twee gezien. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ja, ja. Ja, en zij zijn zelf ons super enthousiast erover. Hey, en dus je beschrijft, wij hebben ooit gezegd, het zal niet in een onbewaakt moment zijn geweest, wij zijn toonaangevende datastad, of dat willen we worden. En als je even dat etiket nou loslaat, als je nu kijkt van de gemeente, hè, de lokale overheid, en het toepassen van datatechnologie, dat is een opgave die iedereen wel herkent. Jij bent gaan investeren in digitaal leiderschap. Wat verwacht je eigenlijk uiteindelijk daarvan? In die zin van, stel je ervoor dat digitaal leiderschap op een goede manier vorm krijgt in een bos. Hè? Daar doen we met z'n allen ons best voor. Maar wat is er dan waarvan je zegt, van, ja, maar dat is precies waar we moeten wezen als lokale overheid? Hoe ziet dat eruit? Ja, dat zit hem eigenlijk op alle niveaus. Het klinkt snel als een technisch foefje, als een dingetje. En wij willen het integreren in waar we voor de kern voor zijn. In onze bedrijfsprocessen en wat we meer kunnen betekenen voor onze klanten en bedrijven. En pas dan vind ik ons geslaagd. Als je daar op een andere manier met je datasturing en je gebruik van data en je monitoring iets mee kan doen, ja, dan maak je sprongen vooruit. Ik kan allemaal voorbeelden noemen, hè. Vanaf onze afdeling werk en inkomen werkt met virtual reality brillen. Hè, waarbij ze mensen die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt met zo'n bril eens even kijken hoe gaat dat daar op de werkplek. Je hebt net twee voorbeelden genoemd voor de openbare ruimte. Hè, dus illegale storten en gebouwen. We bouwen algoritmes in om te kijken hoe we sneller en dus met minder en dus goedkoper. Met minder mensen en goedkoper. Bijvoorbeeld de rechtmatigheid van de TOZO kunnen toetsen. Ik kan honderden voorbeelden noemen, Paul, waar we nu mee bezig zijn. Maar we willen het dus wel van betekenis laten zijn, niet als een foefje, maar het integreren in alles wat we doen voor de stad. En daarmee wordt, ja, ik hou niet van het woord integraal, maar ik ga het toch gebruiken, merk ik. Want daarmee wordt het dus een integraal onderdeel van het vak. Zeker in het vak van ambtenaar zijn. Is dat, mag ik dat eruit halen? Ja. Dat is zo. Dus in die zin is het voor ons ook niet vrijblijvend. Die leergang, daar moet eigenlijk om te beginnen alle leidinggevenden moeten daaraan deelnemen. Omdat ze moeten snappen, ja, het is zo normaal, ja, integraal, ik hou er ook niet van, maar het is zo'n normaal deel van je werk geworden. Dit moet je gewoon beheersen. En het dus niet een toevallige hobby van iets of iemand laten zijn. Nee, het hoort er gewoon bij. Mensen voelen het eigenlijk ook niet als een verplichting. Maar dat kwam natuurlijk ook door onze start. We zijn met elkaar het gesprek aangegaan. Jongens, hoe goed zijn we hier nu in? Hè? En dat was ook niet iets van bovenaf opgelegd. Het is een norm die we met elkaar hebben ontwikkeld. En dus spreken we elkaar daar nu op aan. Ja, het is ook mooi dat je het beschrijft. Het is een norm. Wat zijn dan voor jou, ik neem aan dat je regelmatig als algemeen directeur ook over die organisatie heen kijkt. Wat zijn dan de dilemma's die jij nu tegenkomt in dit stuk van het werk? Voordat je het weet neemt het je over. Hè? Ik hoef jou niks te vertellen over hoe algoritmen ook een nare bijklank kunnen krijgen. Hè? Dus je moet er wel heel goed over na blijven denken. En dus ook die ethische kant wel goed in de gaten blijven houden. Want voordat je het weet, sluipen er dingen in je bedrijfsprocessen die je eigenlijk helemaal niet wil. Dus ook die normatieve kant, die meer ethische kant, hoort er wel heel erg bij. Ja, ik denk dat de belangrijkste is. Ja. Ja, die herken ik overigens ook in alle gesprekken die ik met jullie en ook op andere plekken heb. Dat heeft voortdurende aandacht. En tegelijkertijd hebben we dit webinar ook georganiseerd rondom de vraag van, goh, wat we toch zien is dat vaak het datagedreven werk of digitale transformatie, hoe je het ook allemaal wil noemen, dat het vaak nog primair een issue is bij de IT-IV kant van de organisatie. Bij de informatietechnologen en de informatievoorzieners. Tegelijkertijd zeggen we met elkaar van, ja, maar weet je, maar daar zit hij niet alleen. Het is een organisatievraagstuk. Nou zijn jullie echt consequent en al langer aan het investeren. Merk je nou ook dat die twee werelden eigenlijk in de dagelijkse praktijk dichter bij elkaar aan het komen zijn binnen jouw organisatie?
Ja, en daarin zijn boegbeelden wel heel belangrijk. Boegbeelden zowel binnen ICT, die heel goed de verbinding kunnen maken met wat leidinggevenden in de lijn gewoon nodig hebben om het efficiënter of beter of handiger of slimmer te doen. En omgekeerd ook de boegbeelden in de organisatie zelf, hè. Ik heb een hoofdafvalstoffendienst bijvoorbeeld. Ja, die heeft het zo vervlochten, datasturing, met hoe die zijn bedrijfsprocessen stuurt, dat hij daarmee aan de top van alle afvalstoffendiensten staat. Hetzelfde kan ik zeggen voor Sjoerd van het Erve, hè, onze directeur voor de WenerXL. Ja, die is daar hartstikke goed in. En die boegbeelden heb ik ook op andere terreinen wel weer nodig om te laten zien, jongens, het is niet een ICT-dingetje. Het heeft echt te maken met hoe je stuurt op je processen. Ja. En daarmee kom je ook weer terug, hè, die over de norm van net. Het is een vast onderdeel van hoe je eigenlijk je vak uitoeft op alle vlakken. Ja. Zijn er ook nog gebieden in jouw blikveld waar je zegt van ja, daar is het gewoon best lastig om het echt van de grond te krijgen? Ja, want je weet, ik ken het niet, zegt ook wel eens vrij goed, hè, dus je ziet zowel op erfgoed als bij Wener, bij Sjoerd, sociaal domein waar je net zei, werk en inkomen, je ziet het bij openbare ruimte. Maar zijn er nog gebieden in je organisatie waar je zegt van ja, daar vinden we het toch lastig? Nou, we hebben bijvoorbeeld een monitor ontwikkeld in corona, Ja. waarbij we de pretentie hadden, we dekken eens even af alles wat er gebeurt in de stad, om gewoon te monitoren wat de impact van corona op al het leven is geweest, hè. Dus of het nou om eenzaamheid gaat of jongeren die het niet meer zien zitten, tot en met is er nou inderdaad meer afval op straat? Nou, alles. Echt alles wat in onze stad zich afspeelde, hebben we proberen in die monitor te vangen. Ja, hartstikke mooi ding. Je zou zeggen om je vingers bij af te likken. Maar het is ontzettend moeilijk om dat vervolgens hanteerbaar te maken van ja, wat moet ik er nou vervolgens mee? Dus dan heb je een heel mooi ding in handen. Hebben we prachtig ontwikkeld. En ja, en dan hè? Ja, dus daar zitten we nu op dat niveau van ja, mooi dashboard, maar om dat dan te vertalen in praktisch beleid is nog hartstikke lastig. Ja. Ja, dat vind ik een mooi voorbeeld. Want eigenlijk beschrijf je ook, want je krijgt natuurlijk veel meer inzicht. Misschien ook wel inzichten die je van tevoren niet had verwacht, hè? Dus dat vraagt natuurlijk dan ook weer opvolging in de manier waarop je stuurt. Waarin je, voor zoveel kortcyclischer dan daarvoor, beleid maakt, aanpast. Prachtig, ja. En Welke precies daar stappen? zit hij. Ja, Ja. precies daar zit hij. Dat is wat ons van overheid natuurlijk wel wordt gevraagd. Om inderdaad in plaats van lange lijnen, begrotingsjaren, voortgangsrapportages per kwartaal. Nee, precies wat jij zegt. Dat kortcyclische, daar krijg je veel beter zicht op. Maar dat vraagt een manier van anders denken en anders handelen die we nog niet zo gewend zijn. Dus dat is hartstikke moeilijk. Ja. Ja, dat is zeker moeilijk. En ik vind dat is ook een mooie uitdaging. Dat geeft ons met z'n allen maar een beetje tijd om dat goed te gaan doen. Dat komt goed. Tegelijkertijd realiseer ik me nu, hè, we hebben dan een voorgesprekje voordat we deze webinar hebben. En ik kan me zo voorstellen, je zegt van ja, maar ik had nou toch nog een vraag verwacht en die heb je niet gesteld. Jij aan Is dat mij. zo? Ja. Ja. Nou ja, je kan mij natuurlijk heel persoonlijk dingen vragen van hoe goed ben je er zelf in, hè? Ja. Ik dus Nou, ook ik niet, hè? kan Ik niet tegenkomen. ga de volgende leergang doen, dus dan mag ik eindelijk ook eens. Ja, ik vind dat ik mezelf ook de norm, de lat, of hoe zeg je dat? In de spiegel moet kijken. Ik word ook links en rechts door allemaal slimpies ingehaald. En dan zitten ze naar mij toe. Ja, hoe goed ben je nou eigenlijk zelf als gemeentesecretaris, als toonaangevende dataorganisatie? Ja, ik voel me dus ook met twee linkerhanden in het leven staan. En voel me dus onderdeel van een ontwikkelproces. En ja, ik ben ontzettend blij met die leergang die we met jullie ontwikkeld hebben. Dat is zo gaaf, jongen. Ja, kan het iedereen aanbevelen. Ja. Ja. Dank je, dank je. Hey, fijn dat je de tijd had en nam om even met ons te zijn. Ja. Ik moet ook op de tijd letten, dus wij gaan door naar het volgende deel. Hartelijk Ja, ik dank. blijf nog even hangen als het mag. Ja, en dan om 3:30 ga ik eruit. Ja. Ja. Die zegt dat je weg moet. Nee, ik ga even de opmaak naar de volgende. We gaan zo overschakelen naar een tafelgesprek.
Maar voordat we dat doen, wilde ik jullie eigenlijk een filmpje laten zien. Dat gaat over beeldbellen. En beeldbellen, dat heeft zeggen en schrijven 60 jaar gewacht totdat het echt geadopteerd werd en gebruikt. Dat doen we nu met z'n allen voortdurend online vergaderen. Maar dat heeft dus 60 jaar geduurd. Het is wel aardig om als illustratie dat je kunt wel iets als innovatie hebben. Dat wil nog niet zeggen dat het gebruikt wordt. En daar gaan we daarna over met onze tafelgasten in het tafelgesprek. Heren, nogmaals dank en tot zometeen, jullie. Oh, you have that look on your face. Could I see it a bit closer? Okay, here. The ribbon. Could it be moved? Like so. Like so, exactly. You're sure? Positive. Okay. I'll have it shipped air freight today. By the way, how is our goddess? Oh, she's screaming about George. Her husband? No. Her director. Is this the man, Mr. Jenkins? I'm not sure. Can I see him from the side, please? Turn around, please. Nope, that's not him. Eventually, in the years to come, picture phone service will begin to appear in the home. Mm-hmm. Read it three times this morning. It looks so easy. Yeah, I told you. Except I'm making a few changes. Like what? Like I'm putting blueberries in. Strawberries? Hmm? The recipe said strawberries. I hate strawberries. Oh, Betty. And so does Arthur. He breaks out. It won't work. Well, a berry's a berry. What's the drama? It won't work. Maybe. We'll see. Ja. Welkom terug. En in één keer een volle. Dat is ook leuk om te zien. Ik sta mij toe even onze tafelgast kort te introduceren. Nou, Johan had ik jullie al verteld, mijn collega. Voor mij ligt iets onder in beeld. Aan tafel zit Bianca Rook, een van de consultdirecteuren van de gemeente Duitsland. Specifiek ook aan de lat voor het steviger neerzetten van de datagedreven werken in Westland. Tussen Rotterdam en Den Haag en Delft, mag ik al zeggen. Een belangrijk knooppunt in de economie van ons land, waar ook veel innovaties plaatsvinden. Dus wat dat betreft zou de gemeente wel geïnfecteerd daarvoor moeten zijn. Welkom Bianca. Tweede gast is Marcia Fries, middenonder. Het goed zeg, controle van het sociaal domein in Hengelo. Nou, het sociaal domein, om voor de meeste mensen tegen niet toe te lichten, is een vakgebied wat vol staat van complexiteit, consumatie, kostenbeheersing, waar innovatie ook volop kansen biedt. Dat zien we ook er door het land heen. En daar loopt beleid en uitvoering eigenlijk ook voor ons aan, zeker in deze coronatijd. Ook Marcia, welkom. De derde gast, Peter Manders, rechtsboven. Een echte CIO aan tafel. Dat is toch ook al een keer aardig, hè, dat we die erbij hebben. Woonde in het mooie Gimmer, werkend voor de gemeente. Ja, ik had hem al aangekondigd. In het vorige gesprek met Peter, dat was aardig, toen hadden we een gesprekje over waar moet het webinar over gaan. Bleek al snel hoe zeer jij de beide werelden en het verschil in die beide werelden herkent. En ook het belang dat ze bij elkaar komen. Dus daar gaan we zo met jou nog over hebben. En tenslotte Jan-Willem Sies, rechtsonder, manager fraudebestrijding van de gemeente Tilburg. Zitten we weer wat in het zuiden. Een vakgebied volgens mij, Jan-Willem, waar analyses, inzicht, toepassing van technologie volop nieuwe perspectieven biedt. Maar tegelijkertijd ook wat Berend daar straks zei, we meteen ethiek, privacy raken en de complexiteit daarvan. Nou, alle vier, fijn dat jullie er zijn. En voordat we de start doen op het gesprek, even nog de mensen, de kijkers die met ons meekijken, blijf de chat gebruiken om vragen te stellen. Johanna zit in beeld en die kan direct ingrijpen, mocht het gesprek niet de kant op gaan waarvan jullie dachten als kijkers, daar moet het wel naartoe. En dan gaan we daarmee mee aan de slag. Mooi. Als eerste de vraag, als ik jullie, ik wil het even voor de kijk maken. Als ik jullie kijk naar de werkpraktijk van jullie dag, en we hebben het even over de complexiteit, hè, dus de complexiteit in het samenwerken van IT en IV aan de ene kant,
beleid uitvoeren, dienstverlening aan de andere kant. Hebben jullie voor ons, om het begrip te kweken, ook voorbeelden van die complexiteit? Dus voorbeelden waaruit blijkt van, ja, maar zo makkelijk gaat die samenwerking inderdaad niet. Wie mag ik uitnodigen om daar wat over te vertellen? Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Binnen de gemeente Hengelo zijn we ongeveer anderhalf jaar geleden gestart met de ontwikkeling naar data-gedreven werken. In eerste instantie lag de focus ook heel sterk op het sociaal domein. Een domein met veel data, maar weinig samenhang in de data. Onvoldoende sturingsinformatie. We kregen onvoldoende grip op de financiën, op de zorg die we verstrekten. En wat je in de praktijk zag ontstaan was dat bij ons vanuit beleid en uitvoering er heel veel vragen werden neergelegd bij de mensen die bezig waren met IT en IV. Dan zou je niet een dashboard kunnen bouwen? Zou je niet een overzicht kunnen aanleveren? Zou je niet bepaalde bestanden aan elkaar kunnen koppelen, bepaalde systemen kunnen koppelen? Dat leidde bij de mensen van IT en IV tot een behoorlijke werkdruk. Die informatiebehoefte was heel erg onduidelijk. Er lag ook geen prioritering onder. Vervolgens leidde dat bij mensen bij ons van beleid en uitvoering in het sociaal domein tot ook wel wat weerstand van, goh, het wordt niet opgeleverd waar wij behoefte aan hebben. Wat duurt dat toch altijd lang? Die techniek is ook maar beperkt. Dus dat was voor ons eigenlijk een belangrijke reden om ook aan de slag te gaan met dat data-gedreven werken. En ik denk dat daarin ook wel tot uitdrukking komt dat die werelden elkaar in ieder geval op dat moment niet heel makkelijk wisten te vinden. Ja, inderdaad. Dank je voor deze opening. Dat leuk, hè? Iemand moet openen. Peter, mag ik jou uitnodigen? De ITIV, heb jij voorbeelden? Of inzichten? Het is altijd lastig om samenwerking op te gaan zoeken als de waan van de dag hoogtij viert. Ik kijk vanuit een IV-IT perspectief dan naar de organisatie en probeer ontwikkelingen door te voeren die en bij de tijd zijn, maar soms ook door wet en regelgeving gedreven worden, om uiteindelijk aandacht te krijgen. Dus wij zijn het opdrachtgeverschap van allerlei ontwikkelingen, vooral bij de vakafdelingen neer gaan leggen. Want alles wat wij doen staat toch in het perspectief wat je aan bijdrage levert naar de maatschappij, naar de inwoners, naar de ondernemers. Dus dat betekent dat wij 80% van ons werk, en wij is dan zeg maar de informatie- en IT-professionals, doen wij in opdrachtgeverschap van de vakafdelingen. En dat maakt dat de samenwerking al wat eenvoudiger wordt, omdat wij niet met een IT-feestje komen om te overtuigen dat zij met ons moeten samenwerken, maar het juist terugleggen in de toegevoegde waarde voor hun in de uitvoering van de dagdagelijkse werkzaamheden. Is het op bedrijfsvoering dan wel in de dienstverlening? Ja, precies. En daarmee onderstreep je eigenlijk ook dat het investeren aan de kant van beleid en uitvoering in kennis, inzichten en vaardigheid, dat wel een belangrijk onderdeel daarvan was. Begrijp ik je dan zo goed? Jazeker, ja. En als je het hebt over dat digitaal leiderschap, ja, dat zit hem niet alleen bij de concerndirectie of bij leidinggevenden, maar dat zit dwars door je organisatie heen. Zoals Marcia aangaf vanuit het sociaal domein, datagedreven sturing en informatiegericht werken, zeker daar, hebben wij dat gekoppeld domeinoverstijgend. En hebben we een datalab gecreëerd waarin alle specialisten zitten vanuit de verschillende domeinen om gezamenlijk een functioneel vraagstuk op te pakken en uit te werken. En de krachten te bundelen, maar ook data bij elkaar te brengen die misschien tot een betere en grotere analyse kan komen om je beleid te formeren. Of om bij te sturen in dat wat je in de uitvoering aan het doen bent. Ja, exact. Dank Peter. Maak ik even een breukje naar links. Bianca, datagedreven werken in Westland. Hoe zijn jullie gestart en waar staan we nu eigenlijk? En wat kom je tegen? Dat vind ik eigenlijk het interessantste. Ja. Ja, nou wij zijn pas heel recent gestart. Dus we zitten echt nog aan het begin van de weg. En daarmee ook wel jaloershorend waar Den Bosch al staat. Denk ik, goh, daar zijn wij nog lang niet. Dat wat ik van Marcia hoor, dat is wel wat in Westland inderdaad ook gebeurt. Maar een beetje tweeledig. Enerzijds zie je dat de business vragen neerlegt bij ICT, omdat ze inderdaad meer informatie willen. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje click and call.
Zoals je thuis bij bol.com iets bestelt, verwachten ze ook dat het bij de ICT-afdeling gaat. En eigenlijk ook niet te veel vragen terugkrijgen en die niet al te veel moeilijkheid en techniekgedoe. Dus ik denk dat wij nog een beetje in het stadium zijn waarin we nog met elkaar moeten ontdekken. Dat het dus echt nodig is dat je aan twee kanten tijd neemt om je vraag te verhelderen, om met elkaar te gaan bouwen. Om kleine stapjes te gaan zetten voordat er überhaupt iets opgeleverd kan worden. Dus eigenlijk dat bewustzijn, hè, daar zijn wij eigenlijk nog. Vanuit de verantwoordelijkheid voor deze opdracht ben ik uiteraard wel begonnen om te kijken hoe ik dat kan ondersteunen en hoe ik het bewustzijn groter kan krijgen, hoe ik kan zorgen dat ICT meer aansluit op de wensen van de business en dat type dingen. Dus uiteraard maken we daar stapjes in, maar wij zitten echt nog wel in die bewustzijnsfase. Ja, weet je wat ik mooi vind? Er is natuurlijk een soort bewustzijn ook van, wij moeten hierop investeren als gemeente Westland. Een programma datagedreven werken. En een van de dingen die je net zei, die kom ik ook veel tegen, is de business. En dat is voor mij zo'n illustratie van hoe soms terminologie ook verschillend is. Ik had pas een heel mooi gesprek met een paar mensen van beleid en uitvoering. Ik zei, weten jullie wel dat jullie de business worden genoemd? En dan hadden ze, En dat vind ik van die hele kleine interessante tekens dat die werelden ook gewoon echt ook verschillende taal gebruiken. Maar goed om te horen dat jullie gestart zijn. Ik maak even een kruisbeweging in mijn beeld naar Jan Willem. Fraudebestrijding. En kun jij iets vertellen, Jan Willem, over hoe komt het dat hoe komt data en technologie nou bij jou tot uitdrukking en waar is het nog ingewikkeld? We gaan straks ook het gesprek kijken van, hé, maar wat kun je doen om dingen los te krijgen en verder te brengen? Maar waar ben jij nou tegen aangelopen in het samenwerken met IT, IV? Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker kan ik daar iets over zeggen. Ja, vooral de kansen toch wel. Daar zit ik voor. Vanmiddag wel in elk geval. Vooral kansen pakken, zeg maar. En kansen zien, maar in de gezamenlijkheid, in de samenwerking. Dus blijf elkaar opzoeken. Dat is wat wij heel veel doen in Tilburg. Ik heb maandelijks overleg met de specialisten of de tactische adviseurs van informatievoorziening en van IT. En daarmee loop je eigenlijk door, wat zit er in een afdeling? Wat zit er nou aan potentie? Zeg maar, waar zou het beter kunnen als je het hebt over datasturing? Als het gaat over inzet van IT, software, wat dan ook. Maar ook praten over wat doen wij nou als business en waar zouden mogelijke kansen kunnen liggen, maar ook waar zitten risico's. De mogelijke privacy impact die over het hoofd wordt gezien als je toch even een pilotje wil starten. Want ja, dat gaat hem toch net even niet worden. Moet je iets meer aandacht voor hebben. Maar ook ondersteuning vervolgens. En dan zie je dat het echt een samenspel wordt van informatievoorziening en IT samen met de business om het goede te doen. Ja, en dan vervolgens is natuurlijk natuurlijk wel om managers te hebben zitten, managers, afdelingshoofden, die ook kunnen praten met de tactische IT-adviseurs en de informatievoorzieningsadviseurs. Dat lukt over het algemeen wel aardig, maar je ziet wel in gemeenteland, de gemiddelde manager staat wel een klein beetje op achterstand, als ik heel eerlijk ben. Die moeten echt nog wat doen, dus ja, zo'n programma als Den Bosch ben ik stiekem wel een klein beetje jaloers op. Dat zou ik in Tilburg wel graag willen zien. Jan Willem, kijk, je bent natuurlijk al een tijdje op weg, hè? Je zegt, de managerskant, daar moeten we op investeren. Maar zou je even uit jouw perspectief, hè? Ik doe jou even in het hokje van de business. Zoals we dat nu even in dit gesprek noemen, hè? Bij beleid uitvoering, niet alleen, je bent van de business, dan weet je dat. Wat vind jij nou dat er aan de IT en IV-kant zou moeten gebeuren? Om te zorgen dat die vroegtijdige samenwerking, hè, waarvoor door innovatie echt plaatsvindt, dat die tot stand komt. Wat voor advies zou je daarover hebben? Ja, als ik dat even kijk hoe wij in Tilburg werken, dan zie ik dat daar heel weinig hoeft te veranderen eigenlijk. Dat is dat, okay. Dat is toch dat elkaar opzoeken. Ik zie het echt in de lijn waar het zou moeten veranderen. In de lijn, de managementlijn, zeg maar, daar moet vooral wat veranderen. En dan verwacht ik ook wel, dat zie ik ook wel, ervaar ik ook wel, dat er heel veel mogelijk is, dat er heel veel vanzelf gaat. Natuurlijk wel eens is dat we, als we allemaal ineens hele managers met een IT en inf drive hebben, dat we ongelooflijk onze inf en IT collega's gaan overvragen.
Dat is wel het gevolg. Maar ja, dat hoort er dan ook een beetje bij, als je mee wil doen. Ja, maar dat is wel echt een serieus vraagstuk. Maar dan gaan we zo misschien even verder. Ik kijk even naar Johanna. Johanna, is er überhaupt iemand die in de chat iets zegt? Of is het gebeurt er wat, hè? Nee, de chat is aardig volgelopen en er worden ook regelmatig vragen ingesteld. Maar een vraag die heel prangend is en die ook meerdere mensen zeggen van ja, die willen we echt wel graag inbrengen, is een vraag ook aan Peter. Want eigenlijk zeggen we ook in dit gesprek dat opdrachtgeverschap, dat moet eigenlijk bij de vakafdelingen liggen of bij beleid en uitvoering. Hè? Maar hoe gaan we je daarmee om met ook budgettering? Dus ik ben wel benieuwd hoe Peter, hoe jullie dat doen in gemeente Ede ook. Want nou ja, wordt daar dan ook budget voor gereserveerd bij de vakafdelingen? Nou, hoe ga je dat dan ook financieren, zodat je dat ook op gang krijgt? Oké. Ja, dat kent verschillende wegen. Zijn het generieke zaken? Denk aan de bio, hè? Informatieveiligheid en privacy. Is het andere wetgeving om vooruit te lopen op de wet openbare overheid? Ja, dan heb je centrale budgetten. Dan pakken we dat natuurlijk vanuit de verantwoordelijkheid vanuit IV, IT. Want dan kun je niet elke dienstverlenende of bedrijfsvoerende organisatie zelf mee laten lopen. Dan is het iets echt generieks. Dan pakken we dat zelf al op. En daar is de betrokkenheid van iedereen, elke afdeling nodig. Daar waar het meer specifiek is naar het ruimtelijk domein, sociaal domein, bedrijfsvoering, of specifiek binnen die afdelingen, of de afdelingen binnen die domeinen, ja, dan wordt daar gebudgeteerd. Of er wordt vooruitgezien vanuit een informatieplan van wat er op ons af gaat komen, en wanneer wat gaat lopen. Ja, of je hebt nog altijd de trajecten via de politiek of via de perspectiefnota om middelen aan te vragen voor dat wat je gedaan wil hebben. Dus het is een kwestie van goed anticiperen wat er op je afkomt, daar de middelen voor beschikbaar zien te krijgen. En dan is het het mooie dat die verantwoordelijkheid in de opdrachtgeverschap bij die afdelingsmanagers ligt en niet bij de IT'ers, niet bij de CIO, om overal aan de boom te schudden dat ik weer wat middelen moet hebben om dat. Want dan moet ik gaan overtuigen, of moet ik gaan bevestigen, waarom er middelen nodig zijn. Dat moet de vakafdeling doen, want dan staat het meestal in het perspectief uit de noodzaak in de dienstverlening naar onze inwoners toe. Dus zo doen we dat binnen Ede. En we pakken het zo structureel op dat we werkelijk ook een plan van aanpak eerst schrijven, een goede opdrachtformulering en een business case. En een business case lijkt een beetje raar als je dat dienstverlening optimaliseert, maar je maakt wel aan de voorkant zoveel duidelijk wat het gaat kosten en welk voorspelbaar resultaat er dan uit gaat komen, zodat je ook weet waar je aan begint. En dat is natuurlijk in gemeenteland misschien wel eens anders geweest, mijn ervaring, ook bij de gemeente Ede voor 3 jaar terug. Ja, we begonnen aan een traject en voortschrijdend inzicht leerden dat we altijd geld tekort kwamen. Want elk project of elke ontwikkeling liep uit scope. Dus zo hebben wij het georganiseerd. Ja, ik herken ook heel erg. Ja, sorry Johanna. Ik dacht, het mooie pleidooi is wel dat je zegt van kijk, natuurlijk, hè, dat is eigenlijk waar Jan-Willem net ook al op uitkwam. Van goh, het kan natuurlijk leiden tot capaciteitsvraagstukken aan de IT-IV-kant. Hè? Dus als we nou massaal in de spreekwoordelijke business, vakafdelingen, als daar... Die mogelijkheden van datatechnologie echt worden omarmd, dan ga je natuurlijk krapte krijgen. Volgens mij zeg jij, Peter, heel helder van, joh, maar weet je, dat is helemaal niet erg. Want als dat echt leidt tot verbetering van dienstverlening of verbetering van onze impact op maatschappelijke vraagstukken als gemeente, dan is daar ook budget voor. Dan prioriteren we daar langs en dan komt het via die route heus wel op tafel. Dus dat is wat ik meende te horen uit jou. Ja, klopt. Ja, aan de hand van het vooraf inzichtelijk maken wat het betekent, kun je het prioriteren. En als het te veel werk is met de capaciteit die je in huis hebt, dan heb je altijd nog een flexibele schil om op te schakelen. Ja. Maar dat doe je natuurlijk niet ongelimiteerd, want ja, ik roep altijd op zijn Brabant, je kunt met 23 bouwvakkers ook geen badkamer verbouwen. Dus uiteindelijk maak je keuzes in wat ook de belastbaarheid is en de draagkracht van de organisatie. Want je hebt mensen uit de vakafdelingen nodig om mee te werken aan die verandering. Absoluut, ja. Dank. Ik geef terug naar Marcia. Bianca, ja? Ja, kom erin. Nee, ik wilde inderdaad daarop aansluiten dat inderdaad ook een van de eerste stappen zijn die we binnen Westland hebben gedaan, om inderdaad in een vraagcoördinatieoverleg, dus eigenlijk de mandoverleg, de ICT en de vraagafdeling bij elkaar te brengen en daar inderdaad eigenlijk de prioritering te laten plaatsvinden, zoveel mogelijk.
aan de hand van vooraf afgesproken, hè, wat zo'n project zou moeten opleveren. En dat levert dan ook weer op dat op het moment dat je met ICT prioriteiten moet stellen, en je het een doet en niet het ander, dat dat ook iets is wat dan breed gedragen en begrepen wordt, in plaats van hè, dat ze denken, oh nou, ICT gaat wat doen, maar we weten eigenlijk niet waarom. Dus dat, ja. Ja, dat is voor ons wel een mooie eerste stap geweest, om die wereld bij elkaar te brengen. Ja, mooi. Het demand-overleg noemde je dat, hè? Ja. Is dat wel interessant. Waarom is dat nou weer een Engelse term geworden? Nou, ik zei het vraagcoördinatieoverleg en toen zei ik het demand-overleg. Om ook de mensen met ICT-achtergrond aan te spreken met wat ik bedoel. Ik ben heel goed luisteren. Ja, nee, sorry. Heel goed. Dank. Nee, dat, ik ken dat overleg. Het is goed dat dat wordt, omdat je ziet natuurlijk dat die portfolio aanpak, hè, van waar zetten we nou onze capaciteit op in? Dat het op veel plekken, dat zien Johan en ik ook in ons dagelijkse werk, dat het nog wel echt soms onontgonnen terrein is. Hoe doen we dat nou goed? En je ziet dat vaak aan de IT-IV-kant men er veel verder in is, in dat type denken, en dat type structureren van prioritering en vraagstukken, dan aan de beleid- en uitvoeringskant. Dat vind ik ook een interessant fenomeen. Ik ga even terug naar Marcia. Marcia, jij vertelde straks over het sociaal domein, hè, in Hengelo. Wat is nou, als we het over dit stuk hebben, over het datagedreven werken, digitale transformatie, geef de naam. Wat is nou voor jou het grootste dilemma op dat vlak? Wat je bij ons ziet is dat we gestart zijn met dat datagedreven werken. Er is een team samengesteld, denk heel mooi, waarin mensen vanuit de ICT-kant samen met mensen vanuit beleid en uitvoering aan de slag zijn gegaan. Er zijn ook mensen van financiën bij aangesloten, mensen van kwaliteitszorg. En met elkaar zijn ze gaan verkennen wat voor vragen leven er in de organisatie. Nou, er is van alles opgehaald. Waaronder dat er behoefte was aan een dashboard op het gebied van zorg en ondersteuning. Dus jeugdhulp en WMO. Nou, dat is uitgewerkt. Daar zijn ze met elkaar mee aan de slag geweest. Dan zie je dat er in zo'n proces meer wederzijds begrip ontstaat. Dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een mooi dashboard, waarin ook het management is meegenomen, waar iedereen achter staat. Ik denk dat een dilemma of een uitdaging die er nu nog ligt, is hoe ga je dit nu borgen? Hoe ga je nu ook zorgen dat het daadwerkelijk ook gewerkt gaat worden met dat dashboard? Dat je misschien eens een bepaalde verdiepingsslag erop maakt, dat er misschien ook weer onderdelen verdwijnen uit het dashboard, waar wat minder behoefte aan blijkt te zijn. Dus hoe zorg je dat het van zo'n enthousiast team van mensen met allerlei verschillende achtergronden, die er eigenlijk heel enthousiast over geworden zijn, toch echt goed landt in je organisatie. Dat je toch echt kunt borgen voor de langere termijn. En ik denk dat dat voor ons nu de grootste uitdaging is. Hoe we daarmee proberen om te gaan is toch het monitoren van het gebruik van het dashboard. Wie gebruikt het? Op welke manier wordt het gebruikt? Waar zijn eventuele aanvullingen, aanpassingen nodig? Misschien hebben de andere sprekers daar ook nog wel wat tips over hoe we kunnen zorgen dat dit toch op een goede manier ook in de toekomst behouden blijft. Die energie die je nu merkt en het enthousiasme en de mooie eindresultaten die er ook liggen. En dan is jouw vraag, hè, Marcia, van goh, weet je. En ik herken hem, hè? Dus er is op veel plekken worden natuurlijk fantastische dingen ontwikkeld. En op een gegeven moment ligt er iets, hè? Dat hadden we natuurlijk met meerdere voorbeelden ook. En dan is natuurlijk de vraag van sluit er nou echt aan bij wat je nodig hebt? En hoe doe je dat nou goed? En dat betekent ook een soort continuum, hè? Tussen de business en ITIV. Leuke vraag aan de anderen ook. En misschien komt er nog iets uit de chat naar voren, Johanna, breek in. Maar hoe doen jullie dat? He, dus het voortdurend laten samengaan van die twee werelden. Hoe geven jullie dat nou concreet vorm? Peter, Jan, Willem, Bianca, hebben jullie daar al beelden bij? Zal ik er weer een Engelse term in gooien? Doe dat dus even, ja. Nou ja, wat we proberen is via met de Scrum techniek eigenlijk stand-ups te hebben, waarin we inderdaad dat wat opgeleverd is, presenteren. En iedereen die geïnteresseerd is, kan aansluiten om te kijken van is dit de informatie die we hadden gewild? En waar we inderdaad tegenaan lopen is op het moment dat het ontwikkeld is, wat Marcia zegt, dan zien we wel eens, want dan monitoren wij of die dashboards dan gebruikt worden.
dat je dan eigenlijk ziet dat die dashboards onvoldoende gebruikt worden. Maar eigenlijk zou je die scrumtechniek net zo goed kunnen gebruiken als het opgeleverd is, hè? Om gewoon eigenlijk daarmee door te gaan en periodiek daar weer eens een stand-up voor te houden en weer eens te vragen van nou, gebruiken jullie het nog steeds, doet het nog steeds aan de eisen, om eigenlijk dat gesprek daarover levend te houden. Ja. En ook dat enthousiasme wat er is, ook te borgen daarmee. Ja, dank. Dan Willem, Peter? Ja, ik wil nog iets zeggen. We hebben een app bij ons in het team die wij gebruiken voor het vastleggen van spreekkamergesprekken en huisbezoeken. Dat is een heel praktisch dingetje, is dat eigenlijk gewoon. Maar die heb je wel eigenlijk nodig om aan de wet en regelgeving te voldoen. Je informed consent, noem het allemaal maar op. Allemaal super belangrijk. Alleen hoe ga je nou zoiets ontwikkelen? Laat je dan iemand van informatievoorziening met een IT of met een app-ontwikkelaar praten? Of wat ga je dat doen? Wij hebben er een paar jaar geleden voor gekozen dat dat vanuit de uitvoering, waar de coördinator zit, doet dat samen met twee medewerkers. Die praten rechtstreeks met de ontwikkelaar. Er zit geen manager, er zit helemaal niks tussen. Er zitten ook geen collega's van onze eigen IT of inf-afdeling tussen. Alleen ontwikkelingen worden wel besproken in het maandelijks overleg of er eventueel risico's of kansen nog liggen. Maar dan merk je dat de medewerkers die in de uitvoering zitten, dat wat zij nodig hebben om de wet en regelgeving goed uit te voeren, rechtstreeks kortsluiten met die ontwikkelaar. Die ontwikkelaar en die medewerkers begrijpen elkaar inmiddels hartstikke goed. Die kan dat vrij snel ontwikkelen binnen de app, waardoor vervolgens andere gemeenten ook daar hun voordeel mee kunnen doen. Een TOZO-formulier bijvoorbeeld voor een gesprek. Dat is er in no time. Is dat er ineens? Omdat ze elkaar gewend zijn met elkaar te communiceren. En het is iets heel simpels. Eigenlijk wat je doet is dat je er ook weer een heleboel tussen uitsnijdt. Alle lijnen worden veel korter. Het wordt veel efficiënter en effectiever om iets te ontwikkelen. En het is gewoon beter. Ja, en dan is natuurlijk de kracht van gemeenten om dat gewoon ook gelijk met elkaar te delen. Dat is natuurlijk wel gemakkelijk. En wij kunnen er gelijk gebruik van maken. Ja, maar ik vind het een mooie illustratie, Jan, ook van dat je organiseert het eenvoudig. Ja, dus haal ellende er tussenuit. Managers. Ik zei niet dat managers gelijk staat aan ellende. Hè? Nee. Dat zei ik niet. Hey, maar wat we daar in die leeromgevingen die we zien en die we maken, is dit ook een van de onderdelen. Hoe zorg je ervoor dat je het eenvoudig blijft organiseren? Zodat je precies die dynamiek die jij beschrijft, hè, het snel schakelen, hebben elkaar al begrijpen. De IT kent de business, business kent de IT. En dan kun je makkelijke dingen maken. Ook even los van een aantal andere dingen die je zei. Vind ik dit wel een mooie suggestie ook voor de mensen die met ons meekijken. Peter, jij wilde net ook iets inbrengen. Nou, ik wilde Bianca nog even helpen er ook een technische term of een Engelse term erin te gooien. Wat wij gebruiken zijn ook use cases. Oftewel de casussen waar we aan gewerkt hebben. En die op ons intranet delen. Want daarmee bouw je intern een beetje een feestje voor datgene wat je hebt gedaan en opgeleverd hebt. Tot welke voordelen dat heeft geleid. En dan doen we dat ook nog naar de politiek. Dus in een raadsinformatiebijeenkomst presenteren we dan ook wat we hebben gedaan. Wat geanalyseerd is uit al die data die we hebben samengebracht. En het mooie is, daar komt dan natuurlijk vooral de kritische noot van, is dat wel privacygevoelig of is het AVG of voldoet het wel aan? En die kritische noot is dan wel heel leuk, want ook daar heb je dan vervolgens gelijk de aandacht. En als je daar dan heel goed mee wegkomt, oftewel aan de juiste dingen hebt gedacht, dan heb je eigenlijk weer een feestje te vieren over dat hoe goed doordacht je daar iets hebt gepresenteerd en waar het toe bij heeft gedragen. En dan zou ik willen motiveren dat het gebruik van data alleen in de informatiesysteem binnen het sociaal domein, maak hem maar groter. Want dat wat er in het ruimtelijk domein allemaal beschikbaar is, over wat er in de wijken gebeurt en maar op, dat is soms zo verrijkend in datgene wat je wil analyseren, zonder het een blind algoritme te laten zijn. Hè? Wel goed analyseren in de afweging van wat maak ik daar nou uit op. Maar wij zitten op zo'n goudmijn aan data, gemeentebreed, als je dat nog eens bij elkaar brengt, dat is fantastisch wat je daar allemaal uit kunt opmaken. Zeker. Ja. En soms ook heel spannend vind ik dat, wat je daar allemaal uit kunt opmaken. Zo had ik onlangs een gesprek, Peter, met een aantal managers, het sociaal domein was het ook, die zeiden eigenlijk weten wij vaak meer van een huishouden dan het huishouden van zichzelf weet.
dat zijn best wel vraagstukken, vind ik dan. Hè? Hoe ga je daar dan weer mee om? Hoe maak je dat transparant naar inwoners? Kan ik als inwoner gewoon even kijken wat de gemeente allemaal van mij weet? Is dat, hè? Dat zijn ook van die vraagstukken die dan langskomen. Maar je hebt volgens mij volstrekt gelijk dat je zegt van vier het feestje, laat het zien. En benut de mogelijkheden, want er zijn er heel veel. Ik maak echt een klein uitstapje weer naar Johanna. Johanna, gebeurt er nog wat? Ja, klopt. Ik denk wat hier vooral terugleest in de chat is dat er ook een spanningsveld zit. Aan de ene kant, je wilt graag use cases hebben echt vanuit beleid en uitvoering. Hè? Om te laten zien wat de meerwaarde is en ook direct bij te dragen aan maatschappelijke meerwaarde. Aan de andere kant moet ook vaak de randvoorwaarden al een beetje op orde zijn. Zoals de data moet beschikbaar zijn en ook schoon en goed bruikbaar en ontsloten kunnen worden. En dat vraagt ook vaak een voorinvestering voordat je echt ook... Ja, het is een beetje een kip-ei verhaal. Hè? Wat ga je nou als eerste oppakken? Ga je echt investeren al in het schoonmaken van die data en dan de use cases? Of begin je met de use cases? En ik ben wel benieuwd ook hoe jullie naar dat spanningsveld kijken en hoe jullie daarmee omgaan. Nou, wil ik wel iets over roepen. De kwaliteit van je data is natuurlijk heel erg belangrijk. Want wat analyseer je anders? Hè? Maar beginnen pas als je alles op orde hebt. Dan denk ik dat we met de hoeveelheid informatiesystemen die we in ICE hebben. En de datasets. Dan begin je pas veel te laat. Daar komt dan om de hoek kijken dat je zeker wel met het menselijk oog heel goed moet beoordelen wat je daar aan resultaat aan het analyseren bent. Wat is die kwaliteit van die data? Dus je moet er wel een vinger op hebben wat dat voor betekenis heeft. En niet zomaar even een rapport neerleggen waarin je niet zeker weet of dat wel gestoeld is op de juiste goede data. Exact, ja. We gaan naar de laatste vraag met jullie welnemen. Want ik zei het aan de voorkant al, het gaat toch altijd sneller dan je denkt. Een aantal keren in deze tafel en ook daarvoor met Berend kwam natuurlijk de vraag naar voren. Het is belangrijk dat in de lijn business, beleid uitvoeren, dienstverlening, dat de vaardigheid en de kennis en de inzichten rondom het werken met datatechnologie toeneemt. Dat is ook natuurlijk een beetje abstract begrip. Een beetje, zoals ik het altijd maar zeg, een beetje pudding, want daar heb je het over zoiets groots. Dus wat ik zou jullie zo willen vragen is, kunnen jullie dat concreet maken? Gewoon één ding noemen waarvan je zegt van, hey, maar als ik nou kijk naar een manager of een programmamanager of projectleider in ruimte of in het sociaal domein, wat moet hij nou eigenlijk kunnen in dit vlak? Wat zou je zeggen over een paar jaar, als we een stuk verder zijn allemaal in het echt concreet toepassen van datatechnologie, dan zien we dat die managers of die programmamanagers, die kunnen dit. Wat komt er dan in jullie op? Het is soms heel simpel, Paul. Ik heb een projectleider bijvoorbeeld waar ik veel bij werk, en zij is gewoon enorm enthousiast. En weet ook best wel wat van IT en informatievoorziening. Maar zij neemt altijd een enorme dosis enthousiasme mee als ze ergens binnenkomt. En dat helpt al heel erg. Dat is aanstekelijk. En daardoor zit je lekker in zo'n overleg. Ga je makkelijker op kansen richten dan op risico's. En op basis daarvan kom je tot de goede dingen. En dat is wel waar het denk ik mee begint. En natuurlijk is allerlei verdiepende kennis op het gebied van IT allemaal hartstikke fijn. Maar dat kan ook voor later. Dat enthousiasme heb je wel nodig. Dat is echt een belangrijke drive. Nou, mooi. Dus je begint eigenlijk met het onderbouwen. Zorg dat je er constructief en verbindend in zit. Ja. Daar begint het mee. Oké. Dankjewel. Dat is een fantastisch openingsbod. We maken even het rondje verder. Peter, wat zou je daar aan toe willen voegen? Wat moet zo'n manager kunnen denken? Nou, ik sluit wel heel graag aan wat Jan Willem zegt. Dat enthousiasme en openstaan voor dat digitaal leiderschap. Dat is eigenlijk al voldoende, want ik kan toch niet gaan verwachten dat al die managers, die vaak ook vanuit inhoud komen, of vooral in de uitvoering zitten om onze inwoners te bedienen, dat ook CIO's zouden moeten gaan worden, of IT-managers moeten gaan worden, om al die aspecten, want het zijn er zo enorm veel, ook te kunnen doorgronden. Dat kun je niet van iemand verwachten. Dus openstaan, snappen dat en vertrouwen dat als ik langskom met een goed verhaal, wat moet gaan gebeuren, dat er dan opening is om het goede gesprek te voeren, om daar samen in op te trekken.
eigenlijk verwacht ik er niet meer van, want je kunt dat niet verwachten van iedereen. Zij gaan aan mij ook niet vragen om vakspecialist te worden voor het sociaal domein of ruimtelijk domein. Dat is te divers. Dus de eis niet te hoog leggen. Oké, okay. Dank. Bianca? Nou, ik zou daar nieuwsgierigheid aan willen toevoegen. En naast de soft skills die ik net gehoord heb, die ik uiteraard ondersteun, denk ik dat ik de lat toch ietsjes hoger lig. Want ik denk echt dat we over 10 jaar in plaats van de beleidsmedewerkers data-analisten hebben. Die op basis van data besluiten nemen. En dat zal nooit de menselijke maat kunnen vervangen. Maar het wordt zeker een belangrijker onderdeel. En dat vraagt van managers wat mij betreft wel dat ze snappen dat data nog geen informatie is. En dat daar echt nog wel iets aan toegevoegd moet worden. Ja, precies. Oké, okay. Dank. Marcia? Nou ja, ook ik denk dat het eigenlijk meer zit in de houding dan in de kennis. Het uitdragen dat je het belangrijk vindt. Uitdragen dat er op deze manier gewerkt gaat worden. En dat dat inderdaad belangrijker is dan zelf van alle details op de hoogte zijn. Ja, herken ik ook. Ik herken heel erg wat jullie zeggen. Wat ik zie is dat, wat Peter eerder ook wel aanstipte, voor mij wat ook helpt, om er gewoon maar even iets aan toe te voegen, is voorbeelden weten. Gewoon zien wat er eigenlijk allemaal is en gedaan. Het inspireert, zien we gewoon heel erg. Als je voorbeelden deelt, van, ook uit je eigen gemeente, maar ook uit andere gemeentes, om te laten zien wat er eigenlijk allemaal ontwikkeld is en mogelijk is. Dat verbreedt ook wel het perspectief van veel mensen. Het is 55 en dat wil zeggen dat wij afronden. Ja, het is niet anders. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit webinar. Het was leuk om met jullie even in gesprek te zijn. Ik ga aan de kijkers alvast vertellen dat wij overgaan naar een volgend kort filmpje. En dat filmpje dat gaat over het congres Overheid 360. Paul Verduld, ontwikkelaar daarvan, zal jullie kort toelichten A, dat het online gaat gebeuren, maar ook waar het over gaat. En dan kom ik even terug om af te ronden. Mijn naam is Paul Verduld en ik ben concept developer bij Jaarbeurs. Graag had ik jullie live gezien op ons jaarlijkse congres Overheid 360, waarin we de uitdagingen van gemeenten en technische innovaties die daarbij ondersteunen, bij elkaar brengen. De huidige situatie maakt voor ons maar al te duidelijk wat een enorm belang nieuwe technologie heeft voor onze samenleving. Ook in onze sector, de evenementenbranche, verwachten we dat de ontwikkelingen van de digitale tools onze business blijvend hebben veranderd. Stilzitten is echt geen optie. Ik denk dat juist gemeenten, organisaties die bewegen rondom informatie, enorme kansen en uitdagingen hebben om invulling te geven aan verhoging van snelheid waarin technieken en inzichten worden toegepast in de bedrijfsvoering. Ik hoop dat dit webinar, dat we met Hiemstra en de Vries aanbieden, ondersteunt in deze behoefte. En ik hoop vooral dat we weer snel fysiek bij elkaar kunnen komen. Het congres Overheid 360 staat nu gepland voor begin oktober. Ik ben een geboren optimist, maar deze gaan we toch digitaal organiseren. En ik hoop jullie daar allemaal weer te mogen verwelkomen. Nou, die uitnodiging staat. Allemaal dank voor het kijken. Het was hopelijk voor jullie een interessant webinar. Vanaf morgen is dit webinar ook via onze site, www.hiemstra-de-vries.nl te bekijken. Ook gaan we aan de slag met een volgend webinar in deze reeks van digitale transformatie. En daar hebben we allerlei ideeën over, maar het is misschien aardig. Nu de chat nog online zit, als jullie zeggen, ja, maar dat moet echt over dit thema gaan, of dat stukje van dit webinar moet verder verdiept, verduidelijk, concreter gemaakt worden. Laat het ons weten. Dan gaan we daar mee aan de slag. Dit was hem voor nu. Nogmaals dank. Ook dank aan onze tafelgasten die we hebben gehad. Dank aan Johanna. En wens ik jullie allemaal een hele prettige dag. En tot hopelijk een volgende keer. Tot ziens. So many loves.
so many loves come and gone, taken away by secret storms, swept away by influence.